Hallo beste mensen, vanmorgen werden wij opgeschrikt door een bericht van AGNL. Het is toch verwonderlijk dat LTO elke keer weer een club bedrijven om zich heen weet te binden, die gaat vertellen hoe de boeren moeten boeren en wat wij dan wel niet weg moeten geven, al dan niet. Bij deze wil ik even een waarschuwing uitdelen en die bestaat uit het volgende. Boerenbelangen worden verdedigd door boerenbelangenbehartigers, vandaar ook de naam. Jullie schermen met jullie 46 miljard euro omzet. Dat jullie zoveel omzet halen, komt alleen omdat wij zoveel grondstoffen bij jullie aanleveren. Dit wil nog niet zeggen dat als wij die grondstoffen bij jullie aanleveren, dat jullie daadwerkelijk ook alles mogen vertellen wat er op een boerenerf mag gebeuren. Ik wil eventjes een paar puntjes aanhalen die we bij jullie in jullie rapport hebben gelezen. Jullie willen in lijn met de commissie Remkes de stikstofuitstoot halveren. Verder willen jullie klimaatbestendige landbouw hebben. Verder willen jullie meer biodiversiteit in het ruimtelijke gebied hebben. Verder willen jullie landbouwgrond omvormen tot natuur- en huisbouwlocaties. Ik denk dat jullie toch op dit moment echt over de grens aan het boeren zijn. Ik denk dat we jullie maar eens een koekje van eigen deeg moeten geven. Nou zullen we, hebben wij ook voor jullie een paar eisen. Want wie kaats kan de bal verwachten. Wij vinden dat de industrie ook een stikstofreductie kan leveren in lijn met de commissie Remkes. Wij vinden ook dat er een klimaatbestendige en CO2-neutrale industrie gevormd moet worden. Verder vinden wij dat er ook veel meer biodiversiteit op alle industrieterreinen moet zijn. Want het is één grote grauwe massa met een hoop uitstoot en er is geen één levend wezen te bekennen. Dat zou vast een heel stuk beter kunnen. Verder zou ik zeggen, is het ook een goede zaak om ook een hoop industrieterrein op te kopen, vooral van vervuilende industrie, en die om te vormen tot woningbouw. Want er moeten toch 1 miljoen huizen gebouwd worden. Dat zijn de gedachtes die bij ons meer door het hoofd gaan. Wat vind je daarvan? Misschien moet je eerst eens een keer in de spiegel kijken voordat je iets over een ander vertelt. De tijd dat jullie iets op onze land en onze boerderijen te vertellen hebben, die is al lang voorbij. Herinner je nog de commissie Ammoniak, die ook opgeblazen is in 2019 onder druk van de boeren? Nou, ik zal je vertellen, de AGNL, die gaan wij opblazen. Voor het einde van de week trek jij met de hele club dit onzalige plan in en bieden jullie excuses aan de Nederlandse boer. En anders, dan zullen wij eens een keer flink op komen toeren. En dan zullen we eerst in onze eigen sector eens orde op zaken gaan stellen. En dat zal zeer binnenkort gebeuren. Nou, we horen het wel. En LTO, vorige week hebben jullie nog jullie goed verdedigd met de 7e nitraatactieplan. Waarvoor complimenten. Maar het kan er niet 1 week goed gaan. En het is weer helemaal mis met jullie. Nou, we zien dan weer of jullie terugtrekken of niet. En anders zien jullie ons vanzelf verschijnen. Want de maat is vol.